ambassadeur van de Daniel de Hoed Stichting. En vandaar dat mij men heeft gevraagd om de boel hier een beetje aan elkaar te praten. Nou, wil ik even in herinnering brengen dat 100 jaar geleden de eerste behandeling voor kanker in Rotterdam plaatsvond. Dat was bestraling. Natuurlijk nog behoorlijk primitief toen, maar sinds die tijd is een enorme ontwikkeling geweest. En dat komt nu samen in het Erasmus MC Kankerinstituut. Dames en heren, en ik hoop ook voornamelijk jongens en meisjes, want dat is heel duidelijk een doelgroep hier. Wat ik ga doen is, met de eerste dia, als die op het scherm komt, uw informatie geven, zodat u kunt beantwoorden de vraag, hoe ontstaat kanker? En de eerste dia is dat wij allemaal ontstaan zijn door de versmelting van een zaadcel en een eicel. Het eerste is natuurlijk het start met de versmelting van de eicel en de zaadcel, dus één cel. Maar dat moeten meerdere cellen zijn, dat is dus celdeling, het enkel vermenigvuldigen van het aantal cellen. Maar, en heel waarschijnlijk staan we daar niet elke dag bij stil, is ook celdood een hele belangrijke factor. Als alle cellen zouden delen zonder dat er specifieke cellen doodgaan, zal het niet goed gaan. Er is ook een proces van specificatie, oftewel differentiatie. Er moeten verschillende cellen in ons lichaam ontstaan. In de baarmoeder, maar ook later tijdens het leven. Heel belangrijk is dat dat in harmonie gebeurt, dat dat precies op elkaar afgestemd is. Eigenlijk al bij de bevruchting, maar zeker na de geboorte, start de veroudering. Dat is het resultaat van informatie wat wij in ons lichaam hebben, in combinatie met effecten van buitenaf. Blootstelling aan bepaalde stoffen heel vroeg in de ontwikkeling kan een effect hebben later in het lichaam, terwijl we dat op dat moment niet in de gaten hadden. Heel relatief onschuldig, maar wel opvallend is dat er een disbalans is tussen deling en celdood. Maar wat is nu eigenlijk kanker? De belangrijkste eigenschap van een kankercel is dat die cel zich asociaal ten opzichte van de omgeving gedraagt. Deze cel heeft geen respect meer voor de omliggende cellen, of het weefsel, of het orgaan. En dat is het gevolg van een verstoring in de celdeling, de celdood, maar ook in de differentiatie. En hier ziet u een schematische weergave, meest links een voorbeeld van een normale structuur, waarbij elk blokje een cel voorspelt of aangeeft. En door bepaalde factoren van buitenaf kan daar een verstoring in plaatsvinden. En mogelijkerwijs kan daar een kanker uit ontstaan. En die cellen die gedragen zich dus totaal asociaal, hebben geen respect meer voor het omliggende weefsel en kunnen zelfs uit het specifieke gebied van het lichaam daar loskomen, elders in het lichaam zich verspreiden en daar weer een kanker vormen. Wat is de belangrijkste boodschap? Mijn belangrijkste boodschap is dat er op dit moment zoveel mogelijk is om de informatie te verkrijgen waar een kanker uit ontstaat. Dat we daar volop moeten inzetten om die informatie te verkrijgen. En zodanig, precies wat ook gezegd is, in nationaal en internationaal verband. Een van de vragen is of het onderzoek, of veel patiënten binnen het Erasmus MC Kankerinstituut ook meedoen aan onderzoek. En zo ja, hoe ervaren ze dat? Is dat niet een heel zware belasting naast de behandeling die zij krijgen? En ik zou die vraag graag willen stellen aan Suzanne. Ja hoor. Nou, heel veel patiënten willen altijd graag meedoen aan onderzoek. Eigenlijk geven ze van tevoren al aan van, joh, ik wil direct mijn handtekening plaatsen. Maar wij zeggen ze toch altijd, lees eerst het patiënteninformatiefolder door en besluit daarna om toestemming te verlenen aan het onderzoek. Maar er valt natuurlijk nog ontzettend veel te bereiken. We zijn er nog lang niet. Als je bijvoorbeeld kijkt bij patiënten die uitgezaaide borstkanker hebben. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. 14.600 vrouwen hebben vorig jaar borstkanker gekregen. Wat we op het ogenblik doen, is dat we, en dat kunnen we gewoon niet anders omdat we het inzicht niet hebben, maar we gaan voorbij aan de individuele verschillen. We weten dat de ene vrouw met borstkanker heel anders is dan de andere vrouw met borstkanker. We weten dat er verschillen is tussen die borstkankers, maar waarom dat verschil in zit, dat weten we niet. We hebben in de afgelopen jaren een aantal koppeltjes kunnen identificeren van een bepaalde factor die aanwezig is in een tumorcel.
bij de ene patiënt niet en bij de ander wel. En we hebben medicijnen gevonden die die specifieke factor aanpakken. En hoe effectief het aanvallen van een Achillespees kan zijn, wordt hier mooi geïllustreerd door deze heer Snijder. Voor dat onderzoek is geld nodig. En je hebt natuurlijk allerlei verschillende vormen van heel interessant onderzoek. Dit is natuurlijk ook heel erg ingewikkeld en bijzonder onderzoek. Maar het verste komen we echt door samenwerking. Samenwerking met andere academische instituten, inclusief die in Amsterdam, de farmaceutische industrie, onderzoeksgroepen, algemene ziekenhuizen. Hier in de regio doen we heel veel onderzoek mee en is echt essentieel. We hebben fondsen nodig, zoals de Daniel den Hoed Stichting, het Erasmus MC Kankerinstituut, het Vriendenfonds. En wat natuurlijk ook ontzettend mooi is, is die actie van Feyenoord recent. En alleen daardoor, middels samenwerking, komen wij het verst bij de betere behandeling van patiënten met kanker. Hoe verhoudt zich de kwaliteit van onderzoek hier ten opzichte van het buitenland? Daar ben je ook al op ingegaan, maar daar wil jij nog wat over zeggen. Nou ja, ik heb zelf al even aangestipt dat het Erasmus MC heel goed bekend staat in binnen- en buitenland. Vooral ook vanwege het kankeronderzoek. En het is niet bij één afdeling, bij meerdere afdelingen. Daar werken we ook goed in samen. Professor Slijf heeft net laten zien dat onder andere vanuit het Erasmus MC, maar ook andere instituten in Nederland, echt internationaal sommige standaarden zijn gezet van zo behandel je die vorm van kanker. En mijn eigen afdeling, waar we dus veel patiënten met leukemie behandelen, daar geldt dat zeker ook voor. En, leukemie is nu een ziekte waar je ongeveer 50% van de mensen kunt genezen. En dat was 20 jaar geleden, was het echt veel minder. Dat komt door het onderzoek en een groot deel daarvan is georganiseerd vanuit het Erasmus MC. Is het eerder vast te stellen? Hoe herken je kanker eerder? Had dit misschien voorkomen kunnen worden? Zoals al eerder gezegd is, op het moment dat er zogenaamde alarmsymptomen zijn, dus als mensen fors afvallen bijvoorbeeld, ja, is dat een reden om naar de huisarts te gaan. Maar dat betekent zeer zeker niet altijd dat daar ook kanker aan ligt. Dus het is heel moeilijk om op zo'n specifiek geval in te gaan. Wat je moet realiseren is dat op het moment dat je last gaat krijgen van een bepaalde vorm van kanker, dat het vaak ook vrij ver gevorderd is. Kanker begint bij één cel en dan gaat het zich verdubbelen, worden er twee, dan worden er vier. Alleen op het moment dat het bijvoorbeeld 1 centimeter weefsel betreft, hebben we het ongeveer over 1 miljard kankercellen op een hoop. En je kunt je voorstellen dat een ziekte om van 1 cel naar 1 miljard te gaan, ja, die doet het daar eventjes over. En in die hele tijd heeft dan die kankercel ook kans gehad om zich uit te gaan zaaien. Van 1 centimeter, als dat ergens in je losse buikholte zit, heb je daar nog geen last van. Als dat 20 centimeter is, misschien wel. Dus het kan vaak zo zijn, en dat gebeurt helaas ook, dat mensen pas in een heel laat stadium klachten krijgen. En dan kom je erachter dat het al heel ver gevorderd is. Als je het op je huid hebt, ja, dan kom je natuurlijk veel sneller achter dan dat het ergens in je buik verscholen is. Dus het is helaas vaak zo dat mensen in een heel laat stadium pas symptomen krijgen, pas bij een dokter terechtkomen en dat dan pas een diagnose gesteld kan gaan worden en eventueel een behandeling begonnen kan gaan worden. Nu de overlevingstermijn van kanker eigenlijk steeds langer wordt, is de psychosociale welbevinden van mensen met kanker eigenlijk steeds belangrijker. De lijst waar u zo net over sprak, hebt u daarover ook over de inloophuizen? Wat ik voornamelijk behandel is inderdaad de lastmeter en ik heb het over de Vruchtenburg, ik heb het over lotgenotencontact, de vereniging. En ik vraag gewoon aan mijn patiënt van waar heeft hij behoefte aan? Oké, en als dat lotgenotencontact is, dan verwijst u ook naar de landelijke inloophuizen? Absoluut. Oké. Absoluut. Dank u. Ja. Ja? Ja, er is één vraag binnengekomen over die rode hoeden en wat dat is, waar dat voor is. Of het een campagne is en wat het doel daarvan is. Ja. Je kan daar iets over zeggen. Ja. Nou, ik heb net al gezegd, 100 jaar kankerbehandeling in Rotterdam, hè? Ooit de eerste bestraling in 1914, dit jaar dus 100 jaar. Heel belangrijk erin is geweest Daniel den Hoed en daarmee heet de Daniel den Hoed Kliniek, heet ook naar die man en zijn vrouw, die overigens ook kankerpatiënten behandelde. En nu gaat de Daniel den Hoed gaat op in het Erasmus MC Kankerinstituut, maar die naam is belangrijk, die willen we ook behouden. En dus hebben we gedacht, we maken van de hoed van Daniel maken we het symbool voor de actie Maak kanker kansloos. Dus dat is de rode hoed. En u ziet ook, de burgemeester, zelfs de burgemeester poseert met de rode hoed op. En dat is de actie die wij dit jaar voeren
om aandacht te vestigen op kanker, op kankerzorg en kankeronderzoek en daar ook geld voor in te zamelen. Dus vandaar die rode hoed. We gaan er een punt achter zetten. Het is 16:30. Jullie hier in de zaal krijgen dus zometeen nog een drankje. En u thuis hoop ik dat u er heel veel aan heeft gehad. En mensen, ik zou graag een applaus vragen voor onze... Dank u wel.